Yes, daar is hij dan. De allereerste kwalificatie van het jaar. De eerste NK-race werd dit jaar verreden op kartclub Hoekse Waarden in Strijen. En we hebben hier de beelden van de kwalificatie in het ARD Engine Junior Kampioenschap van mij. Die we gaan analyseren om te kijken wat nou de gedachtegang was tijdens de kwalificatie. En wat de uitkomst was van de allereerste kwalificatie ooit. Daar zijn we dan op de baan in Strijen en we beginnen aan de kwalificatie. Zoals je ziet, hele lage temperatuur in de banden en het is lastig om te zien, maar dit zijn nieuwe banden zoals je hier ziet. En deze nieuwe banden moeten eigenlijk nog ingereden worden, alleen dat hadden we niet gedaan, dat hadden we niet tijdens de training gedaan, omdat er geen tijd voor was. En dus zullen de eerste paar rondes zal deze banden heel weinig grip te bieden hebben. En dat is eigenlijk best wel een dingetje in een hele korte kwalificatie als deze, maar 7 minuten. Je ziet hier dat ik een kart voorbij ga, die was ineens heel slom. En we proberen een goede exit te pakken voor ons eerste rondje in de kwalificatie. Dus je ziet degene voor mij die... Die heeft al overstuurd, de temperatuur zal er ook niet zijn in zijn banden. En de kart voor mij die is wat slomer dan ik op het moment. En dat is eigenlijk wel jammer van dit rondje, ik ga ook niet meer vol gas dit rondje. Zijn we nu in de, zo'n beetje de laatste paar bochten voor het laatste rechte stuk van de baan. En proberen we weer een goede exit te krijgen. De exit in deze laatste bocht is super belangrijk en veel mensen faalden om dat goed te doen. Alleen ja, ik werd weer een beetje opgehouden door de kaart voor mij en moest ik helaas mijn ronde staken. En wat ik nu aan het doen ben, ik ben achter me aan het kijken hoe ver de kaart achter mij zit. En dan probeer ik net iets voor die kaart te zitten, zodat ik maximale ruimte heb voor mij. En dan probeer ik meerdere rondjes te kunnen pushen, zodat ik weer aan de achterkant van de kaart voor mij zit. Ik probeer zoveel mogelijk ruimte voor mij te houden, zodat ik zoveel mogelijk rondjes kan blijven pushen. Zijn we dan de laatste bocht met een op zich oké exit. En dan gaan we ons eerste echte vliegende rondje doen. Daar hebben we voor bocht 1. Zie je al dat de setup was niet 100% goed. Hier hebben we ook veel van geleerd tijdens het hele weekend. Van hoe we nou echt de setup neer moeten zetten. Maar al met al voelde ik in de kwalificatie dat het een stuk beter was met waar ik voorheen mee heb gereden. En dat blijkt straks wel uit hoeveelste we zijn gekwalificeerd. En dat houdt ook nog in dat we eigenlijk een buffer hebben en dus nog een stuk harder kunnen. We hebben ons eerste rondje gedaan, beginnen we aan rondje 2. Dit keer met een iets betere exit uit bocht 1. Alleen je ziet al voor mij zijn twee karts aan het battelen en de derde kart daarachter die is al in principe op de start van in. En dat moet je juist niet doen in de kwalificatie. Je wil zoveel mogelijk rondjes pushen en in het ritme komen, zodat je uiteindelijk een snellere tijd kan hebben en gefocust bent echt op wat je doet en niet op wat doet degene voor mij. Zo zul je zien, ik zit nu al vlak achter hem. Voor mij, ja, ik moet dit rondje moet ik staken hierdoor. Daar staan we dan weer. Zijn we net de voorlaatste bocht gegaan. Dan gaan we weer recht een stuk op. Ik was ook voorover mijn stuur aan het buigen en mocht je nou afvragen waarom dat zo is. Dat is om de weerstand, de luchtweerstand te verminderen. Om te proberen die extra 1 of 2 kilometer of iets in die geest te winnen op het rechte stuk. En op zich is dit rondje wel redelijk clean. Het is uiteindelijk best wel een oké rondje. Voor mij ben ik met deze ook naar P2 geschoven op het moment. En je ziet de kart voor mij, die heeft gigantisch overstuur. En die ga ik ook relatief makkelijk voorbij. Helaas moet ik dan een slechte action nemen. En je ziet hier, de curbs in Strijen zijn niet normaal hoog. De Strijen heeft toch echt wel andere curbs zo'n beetje dan de banen waar ik op rijd. En het effect is echt gigantisch. De curbs zijn super hoog. Ze zijn eigenlijk niet te nemen. Ze zijn ook redelijk breed, maar gewoon, ze zijn gewoon hard. Ook op de kart. En, nou, dat rondje is dan uiteindelijk niet goed. Dan beginnen we weer met een nieuwe vliegende ronde. Het zit heel dicht aan de rand daar. Alleen de kart die schokt nog een beetje. Hij zit nog te hakken. Dus de volgende keer weten we vanaf de onboardbeelden wat we dan moeten doen.
Dat hebben we in de race ook iets beter gedaan. Voor de rest zijn deze rondjes best wel strak als we zien dat iemand de pits in gaat. En deze exit is dan, voor zover ik zie, vol gas. Dus op zich de exit is dan best wel oké. Vlak aan de zijkant van de curb. Probeer een goede exit hier te maken, kan je zo recht mogelijk houden. Alleen er zijn gele vlaggen en dat is jammer voor kwalificatie. En daarom wil je ook zo vroeg mogelijk beginnen met je rondes en niet betten. Omdat je dan eigenlijk minder kansen hebt. Minder kansen om een goed rondje in te zitten. En dan heb je eigenlijk een soort buffer ertegen. En dus moet ik nu in deze rondjes, heb ik eigenlijk minder kans om een goed rondje in te zetten. Aangezien dat ook best wel een smooth rondje was. En volgens mij zijn de gele vlaggen nu alweer weg. Ik denk dat iemand daar zijn kart niet goed had geparkeerd. En dan starten we de laatste rondje van de sessie. Zo snel gaat het alweer. 7 minuten kwalificatie. En dat zijn bij elkaar, laten we zeggen, iets van 10 rondjes dan op deze baan. Een rondje duurt 33 seconden, maar met alle keren dat je moet stoppen, komen we op ongeveer 10 à 11 rondjes voor de kwalificatie uit. En uiteindelijk is het, het gebeurt niet super veel in het rondje en dat hoort ook in de kwalificatieronde. Het hoort op de limieten zijn, maar wel gewoon strak zonder enige rare bewegingen. Goeie exit op het rechte stuk, voorover buigen en dat is de finishvlag. En dat is dan ook P6 in onze eerste kwalificatie van het seizoen. Wat echt een fantastisch resultaat is, om eerlijk te zijn. Dit hadden we voorafgaand, toen we naar het weekend gingen, totaal niet verwacht. Toen hadden we op een top 10 gehoopt. Maar uiteindelijk klikt het en hebben we gelijk materiaal. Vorig jaar reden we met een kart wat totaal niet op het level was van de andere karts en motorwijze. En nu is dat gelijk en rijdt zo'n beetje iedereen met hetzelfde. En is de coureur en de afstelling die het verschil maakt. En met hetzelfde materiaal laten we toch echt zien dat we erbij zijn. En de race belooft iets heel moois. So tell me.